De behandeling van de ontwerpwet voor het vervaardigen, uitgeven en intrekken van identiteitskaarten wordt in de tweede week van december voortgezet. DNA-leden hebben gisteren tijdens de openbare commissievergadering over deze wet enkele kanttekeningen geplaatst bij de uitvoering. Zo gaf het lid Patricia Etnel aan dat zij uit de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken heeft gemerkt dat derden de ruimte hebben om zaken aan te schaffen en te werken met onze elektronische ID-kaart. En met derde bedoel ik de mensen in de private sector, iemand die bijvoorbeeld een bedrijf heeft en die kan zeggen van oké, als mensen zich komen legitimeren nu met hun ID-kaart, dan kunnen ze zo een apparaatje hebben en dan voorin laten zien wie ze zijn. Is dat zo? Want het allemaal heeft dan te maken met het elektronisch rechtsverkeer. Je moet zaken gaan beschermen, je moet zaken gaan beveiligen. Dus het moet ook duidelijk zijn dat die wet geen gevaar vormt hiervoor, omdat ik al zie dat burgers, de regering, naar de rechter gaan slepen. Toch? Dus we moeten ook wel weten dat wanneer we vragen hier beantwoorden, wie geven we de ruimte, waar, hoe geven we ze de ruimte. Toch? En daarom had ik ook gevraagd, en ik hoop dat die informatie naar ons toe komt, met betrekking tot e-government, wat hebben we allemaal bereikt? Want de overheid zal die veiligheidskleppen moeten inbouwen. Maar met betrekking tot die wet mis ik ook een aantal zaken, want ik zie dat we veel bij staatsbesluiten willen regelen. Ik vind als het gaat om veiligheid, om security, dat dingen niet in een staatsbesluit geregeld moeten worden. Etnel zegt verder dat de mogelijkheid bestaat dat zo'n ID-kaart gekloond wordt. Voorts vroeg zij zich af wat de meerwaarde van zo'n ID-kaart is voor de doorsnee burger. DNA-voorzitter Jenny Simons voegde eraan toe dat de regering de burger de garantie moet geven dat zij goed gebruik kan maken van deze kaarten. Minister Mike Noursalim van Binnenlandse Zaken benadrukte dat de identiteitskaart niet slechts een ID is. Waarbij wij kunnen volstaan met een homemade of een geplastificeerd. Omdat in de afgelopen periode, mevrouw de voorzitter, afgelopen decennia, wij hebben gezien op het stuk van identity theft. Op het stuk van mensen, en ik heb het daarnet al gesteld bij de beantwoording, dat meneer Hewaki of Noursalim daadwerkelijk meneer Noursalim of Hewaki is. En dit biedt ons de gelegenheid om ook op dat stuk, want het is een stukje security, is een stukje zorgen ervoor dat wie is, dat het gegarandeerd is. En die technologie biedt die gelegenheid. Los van het feit dat we, zoals de voorzitter, de heer Misikaba dat zegt, in tijd wij die romslomp wat er nu is, tot het verleden willen te gaan behoren. Door zaken als nationaliteitsverklaringen, uittreksels, in tijd geboorteakte, dat het allemaal wordt meegenomen. Wat we nu doen is een deel van een integraal beleid waarbij daadwerkelijk die dienstverlening in alle facetten naar die burger verbeterd wordt. En ik denk niet dat we tegen die ontwikkeling kunnen zijn. Biza minister Noursalim gisteren in DNA tijdens de openbare commissievergadering over de ontwerpwet van regels voor het vervaardigen, uitgeven en inhouden van ID-kaarten. De commissie van rapporteurs zal nu werken aan het eindverslag en een amendement waarin de suggesties worden opgenomen.